De vijfdelige dramaserie Het Jaar van Fortuin trapte gisteravond om 21:30 af met 991.000 kijkers, 21% marktaandeel, en was daarmee de meest bekeken tv-uitzending op dat tijdstip. De serie profiteerde van een goede lead-in, direct ervoor kwam Flikke Maastricht uit op 1,5 miljoen kijkers, 27%. Aangezien de hoofdrolspelers in deze serie nog zo vers in het geheugen liggen, doet Het Jaar van Fortuin veel mensen een beetje denken aan Koef Noen. Maar over het algemeen zijn de reacties positief. Zat met plezier te kijken. Even wennen aan de stijl, maar dat ging snel hoor, zegt Luc Ikink bijvoorbeeld. Zelfs de Volkskrant is positief. We zeggen het maar meteen, het is een van de beste Nederlandse series van de afgelopen jaren. Het Jaar van Fortuin is een balanceeract, die erin slaagt om de onweerstaanbare comedy-elementen in te bedden in een bij vlagen aangrijpend noodlotsdrama. De andere meest bekeken titels op primetime waren de Astrid Joostenquiz 2 voor 12 met 1,2 miljoen kijkers, 20% op NPO 2 en de Carlo Boshart Show I Can't See Your Voice met 1 miljoen kijkers, 20% op RTL 4. SBS 6 trok met de Alleskunner VIP 659.000 kijkers, 12%. Aangezien vrijdag de vrije dag is van Arjen Lubach, was Jinek de meest bekeken talkshow met 881.000 kijkers. Daarna volgen op 1, 743.000, Vandaag een site, 694.000, Khalid en Sophie, 620.000, Tijd voor Max, 459.000, en HLF 8, 294.000.